Hey, hallo mooi mens. Welkom bij de Digidoos voor Bastian Bai en welkom bij je tweede gratis les. Deze les gaat over de P van pressure. En waarom zeg ik het in het Engels? De P van pressure en eigenlijk druk, dus luchtdruk. Omdat de P van pressure eigenlijk ook de kern geeft waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe creëer ik luchtdruk? En met welke vormen heb ik te maken, ja, als ik even kijk naar mijn eigen lichaam? Want we zijn er misschien wel gelijk, maar we zijn niet gelijk gebouwd. Jouw lippen zien er anders uit, of die werken anders dan die van mij. Je kan misschien een kunstgebit hebben, of misschien mis je een paar tanden. Whatever. Dikke lippen, dunne lippen. Maakt allemaal een heel groot verschil. In deze les ga ik je tegelijkertijd ook meenemen naar iets wat veel mensen bekeken wordt als zijnde van laat maar hoor, olifantengeluid, stop er maar mee. In dit instrument, de didgeridoo, kun je geen foute klanken maken. Het is niet zoals een gitaar of als een viool waar je snaren hebt en op de juiste vinger op de harmonie moet zetten omdat je anders misschien een valse toon krijgt. Alles wat je doet aan luchtdrukcreatie wat uit de trilling van je lippen komt is het resultaat van de kracht die je bezit en die je toepast op het instrument. En nou zijn er in dit instrument drie hoofdcategorieën te verdelen. De drone, de drag en de horen. En ik doe even bewust zo, dus drone, drag en horen. Omdat de drone jouw basisfrequentie is. De drag is de frequentie waarbij je lippen eigenlijk zo los zijn dat je bijna alle luchtdruk verliest. En dat het zelfs ook zo ver kan gaan dat je alleen maar lucht hoort. En de horen is het moment dat je lippen op topspanning staan. Verder dan dat kunnen ze eigenlijk gewoon niet. En laten die twee dingen nou vaak door de vele cursisten die ik gehad heb, althans die ik al heb mogen verblijden met deze lessen, die zien net als ze zeiden van een raar geluidje, ik stop er wel mee. Dan zetten ze aan, even bewust zo hè. Komt niks uit, Bas, laat maar. Goed. Nu, met het APM-system, gaat dit je niet meer weerhouden. Want je weet dat als je deze klanken eruit krijgt, dat je op de goede weg bent. We moeten nu alleen, ons moeten, het is de wens, dat je deze vormen nu bewust bekwaam wordt. Goed. De P van pressure zorgt er dus ook voor dat ik meer, als ik nou dus mijn navel naar binnen trek, dan moet daar dus ook wel kracht achter zitten. Want als er geen kracht achter zit, komt er dus hier ook niks uit. Zie maar, terwijl als ik hier kracht zet, en ik zet mijn lippen ook op spanning, dan komt dat er dus uit. De drone, de drag en de horen in dit geval. Dit zijn de drie basisklanken, drone, drag en de horen. Die als je die dus te pakken hebt, bewust of onbewust nu, is dat je weet dat bij de drag zitten je lippen eigenlijk te los. Want je houdt niet zoveel spanning op je lippen. Als je die spanning opvoert en je hoort daarna de hoornklank, dan weet je dus eigenlijk dat je lippen op topspanning zitten. Dus verder hoef je ook niet te proberen. Die middenweg daarin,
dat zorgt ervoor dat je bij die droneklank komt. Goed. Dan zou je nu kunnen zeggen, ja leuk, dan pakken we dat op en dan weten we gelijk al wat. Ja, en nee. Natuurlijk zou geen tweede gratis lesvideo zijn als ik er niet wat meer oefeningen ook bij zou geven. Dus, ook hier weer, ga staan. Dus ga niet zitten. Ga even staan met hetgene wat je doet. En mocht je nou een instrument hebben wat wat zwaar is, leg hem dan gewoon, voor mensen het kunnen zien, leg hem gewoon op een stoel of op een krukje of een verhoging. Nou is deze gemaakt van carbon, dus lichter dan dat kan eigenlijk niet. Maar als jij een eentje hebt van hout, of van eucalyptushout, dan kan het wat zwaar zijn. Maar ga staan zodat je kunt voelen hoe je daarin ook beweegt. Dezelfde stappen als in lesvideo 1. Bewust staan. Ik ga staan op mijn hielen. Ik focus me voorbij mijn uiteinde van mijn instrument. En dan haal ik adem. Dan duw ik uit. En het resultaat wat daaruit komt, is dus eigenlijk de bewustwording van wat ik met mijn spieren doe. Nu gaan we het één keer, we gaan het drie keer doen, ik ga het één keer voordoen, maar jullie gaan het, laten we zeggen, een aantal keer achter elkaar doen. Eerst zonder spanning, kijken welke klank er dan uitkomt. Iets met een beetje meer spanning en de volgende met de topspanning die je hebt. Wat meer spanning. En met de meeste spanning. Galmt zo lekker hier in die mooie open ruimte. Nu voor jou. Ik zou zeggen, zet de video gewoon even op pauze. Dan kun je deze twee bewegingen zelf even uitvoeren. En mijn advies is, doe het steeds 7 keer. Want 7 is weer een makkelijke vorm om A te onthouden. En B, je spieren hebben er ook de meeste baat bij. Het eerste is het een beetje uitproberen. En op het moment dat je er eenmaal lekker in zit, dan moet je vaker weer stoppen. Dus 7 staat een hele goede balans in. Dus probeer dat eerst maar eventjes. Zetten we hem even op stop. Geweldig. Hoe was deze ervaring? Drone, drag en horen. Het zal misschien even raar hebben aangevoeld, maar als je deze balans weet te vinden op je instrument, ben je al heel ver. Maar je zal ook gemerkt hebben dat het aanzetten van druk, daar moet je ook nog iets voor doen. Het gaat niet zomaar. Dus het aanzetten is hetzelfde als met onze praten. Ja. Gaan we ook nog taalles krijgen, Bas? Nee. Ja, misschien wel. Als je praat, duw je ook luchtdruk naar voren om woorden te creëren. Dus ik creëer met mijn luchtdruk en de beweging van mijn mond en van mijn stembanden, creëer ik woorden. Nou, dan heb je verschillende soorten talen. En de ene begrijpt het wel, de ander begrijpt het niet. Ik zit hier in Finland, dus ik ben nu Fins aan het leren. Maar de aanzet van de taal van dit wat je doet, heeft te maken met een bepaalde spuugbeweging. En ik noem het dan maar eventjes een spitbeweging. En die spitbeweging, zoals ik hem ooit ook geleerd heb vanuit mijn leraar Alan Dargan en Mark Atkins en Charlie McMahon. En zoek ze trouwens allemaal maar eens op. Het zijn misschien allemaal namen die je nog niet zozeer gehoord hebt.
is heel belangrijk om te luisteren ook naar de grootheden die nog steeds leven. En sommige die ook overleden zijn. Want daardoor krijg je ook heel veel kennis binnen. Maar Richard Wally. De spuugbeweging die we maken is het woord dit. En niet dit, zoals wij dat in het Nederlands zeggen. Dit, dit en dat. Nee, D-I-D. En eigenlijk kun je hem nog iets mooier maken. Dit. D-H-I-D. Waar het verder vandaan komt, dat vertel ik verder in de volledige versie van het APM System. Dat zou nu te ver doorgaan. Maar D-H-I-D. Dit. Dit. Daarbij dit zorgt dus ook voor dat die DH, die duwt al de lucht eruit. En de D zelf, de, projecteert dus ook mijn lucht. Gaan we een ritme doen. Dit, dit, da. Dit, dit, da. Snip. Dit, dit, da. Snip. Dit, dit, da. Snip. Dit, dit, da. Mijn wens is, dit is namelijk dit wordt het einde van de tweede gratis les. Ga hier eens mee spelen. Maar onthoud, elke keer als je start met dit je doet spelen, hoe sta je? Of hoe zit je? Het zit precies hetzelfde. En als je zit, geen rugleuning. Ga met je rug weg van die rugleuning. Dus je voeten, je hielen op de grond, rug recht. Projecteren naar een object dat voor je staat en daar voorbij. In dit geval is het de didgeridoo. Dat wordt je eerste basis. Dan is het aanzetten, wat we gaan doen, is met DHID. Dit, dit. Daardoor krijgen we druk, pressure. En die pressure die druk je met je lippen, druk je die eruit. Hoe strakker of hoe losser mijn lippen zijn, hoe meer of minder effect het heeft op mijn klank. Veel succes. Ik weet dat ook jij dit kan. Maar het is even een nieuwe vertaling van wat je eigenlijk moet doen. Of wat je kunt gaan doen. Mijn wens is jouw succes te leren zien en te leren horen. Dus laat je berichtgeving of je feedback laat die lekker achter in de comment section. Want dat kan namelijk. Heb je nog geen instrument wat eigenlijk bij je past? Laat het me ook weten. En voor de rest, veel plezier. Geniet ervan. Over een paar dagen ontvang je de derde. En wellicht zit er ook nog een bonusvideo aan te komen. Maar daar ga ik nog niks over vertellen. Veel succes. Geniet ervan. Geniet van het leven. En creëer iets moois. Dankjewel. Hoi hoi.